Toch liep ook hij onlangs tegen een rode kaart aan. Wij namen gisteren een kijkje in Bloemendaal waar Bovenlander met zijn club in het veld kwam tegen MEP. Een gesprek over spelvernieuwing en de Olympische Spelen. Floris-Jan Bovenlander begon zijn carrière bij Bloemendaal, een club die mede door de inspanningen van zijn vader als coach destijds de hoofdklasse wist te bereiken. Vanaf 1985 heeft Floris-Jan een vaste plek in het Nederlands elftal. De student biologie trok meer dan 150 keer het oranje shirt aan. Wat is volgens hem het verschil tussen een tophockeyer en een profvoetballer? Je speelt een wedstrijd omdat je het leuk vindt en je speelt bij een club omdat je het daar leuk vindt. Je hebt het er gezellig, je drinkt na de wedstrijd een biertje met je tegenstander. En voetballen blijft je geld verdienen. Je speelt bij een club omdat je daar het meest verdient en niet omdat je het daar nou zo ontzettend gezellig vindt. Daarom speelde Cruijff ineens ook bij Feyenoord en die hoort eigenlijk daar ook niet. Die hoort ook gewoon bij Ajax. En zo heb je bij hockey ook een heleboel mensen die horen bij een club. En zo hoor ik bij Bloemendaal en blijf ik ook bij Bloemendaal spelen. En dat is het voordeel als je amateur bent, dan hoef je niet naar andere clubs omdat je daar meer geld kan verdienen. Ik denk dat in principe alle sporten, zoals Michels dan zegt, oorlog is. Dat alle sporten, overal waar je het beste in wil zijn, daar is oorlog. Ik bedoel, oorlog is natuurlijk een wat overdreven woord daarvoor. Maar ik denk, als je echt de beste wil zijn, dan gaat dat tot ver. En dan wordt er ook in het hockey, zoals de laatste tijd, wel wat meer geduwd en getrokken. Dat is zeker zo. Vind jij het een goede ontwikkeling? Nou, ik denk dat het een ontwikkeling is waarin je niet terug kan. Het is, je ziet het voornamelijk bij Australië, je ziet het bij de Duitsers, die worden fysiek steeds sterker. Je krijgt steeds meer hakken, duwen, trekken wil ik het nog niet echt noemen, maar het wordt steeds fysieker het spel. En daarbij het verdedigende is tegenwoordig, net als bij het voetballen, steeds meer vooraan komen te staan. Helaas overigens, want ik denk nog steeds dat het leukste is om aan te vallen. En ik denk dat HGC, Bloemendaal, Klein Zwitserland ook een beetje de enige drie clubs zijn nog die echt aan proberen te vallen. En de rest, we hebben Hattem gehad, ik weet niet wat voor clubs allemaal gehad, die komen gewoon niet over de 300 meterlijn. En dan is het heel moeilijk en dan, zeker als ze dan nog hard spelen, gewoon afbraakhockey, dan is dat heel vervelend. En daar ben ik dan op zich tegen. Maar ik denk dat als het fysiek ietsje harder wordt, dat geen probleem is. Toch komt de hockeysport de laatste tijd nogal negatief in de publiciteit. Juist vanwege de toenemende spelverruwing en discussies met de scheidsrechters. Waar ligt nu de oorzaak? Bij de spelers of is het niveau van de Nederlandse hockeyscheidsrechter hier debet aan? Het werkt er mee. Ik bedoel, zij staan toe dat er gepraat wordt, dat er gescholden wordt. Maar ik denk, als de scheidsrechter heel streng is, en ze zijn dit jaar al een stuk strenger, want er zijn enorm veel rode kaarten gevallen al, dan gaat dat vanzelf denk ik wel ietsje terug. Want het is natuurlijk op zich gewoon heel slecht dat wij alleen maar praten en andere dingen bezig zijn dan met het spelletje zelf. Voetbal is soms oorlog. En als men de koppen niet bij elkaar steekt om verdere excessen op het veld te voorkomen, wordt dan hockey zo langzamerhand ook geen oorlog. Ik weet niet of hockey oorlog is. Ik vind hockey nog steeds een niet vergelijkbaar spel met voetballen. Daarbij komt, als het oorlog dreigt te worden op het veld, is de scheidsrechter daar heel vaak debet aan. Het is natuurlijk toch heel vaak een reactie van de speler op een actie die voorheen wel of niet bestraft is, goed of niet goed bestraft is. Maar ik denk dat het zeer zeker niet richting voetbal heen gaat. Ik denk dat daar ook andere belangen op het spel staan dan bij het hockey is. Dus ik denk niet dat dat zover zou komen. Ik vind het niveau in Nederlands hockey scheidsrecht in de hoofdklasse van een zeer hoogstaand niveau zelfs. Zeker als je dat vergelijkt met het buitenland waar ik nog regelmatig kom. Denk ik dat de Nederlandse hockeyspelers zeer blij mogen zijn met het Nederlandse niveau van arbitrage. Wat niet wegneemt dat er ook wel eens zwakkere momenten bij zitten. Iedere scheidsrechter is ook maar een mens, er kan best wel een foutje gemaakt worden. Maar algemeen genomen denk ik dat je echt over topniveau praat. Het Nederlands hockeyelftal, 2 jaar geleden nog wereldkampioen, acteert al jaren op topniveau. Hoe is het nu met dat elftal met nog een half jaar te gaan voor de Spelen in Barcelona? Ik denk dat wij nu op dit moment toch een heel goed team hebben. Het is misschien op dit moment nog niet het team waar we de WK mee wonnen. Maar ik denk dat het potentieel toch zo is dat we ook in Barcelona weer naar de bovenste plaatsen kunnen gaan dingen. Ik denk dat wij tot de beste 4-5 landen toch zeker behoren. En Australië, Duitsland, Pakistan. Nou, Engeland is het laatste jaar ietsje minder, maar mag je zeker bij de Olympische Spelen toch ook niet onderschatten. En dan hebben we denk ik ook nog misschien als gastland Spanje, omdat die normaal toch ook bij de top 6-7 wel horen. Maar dat het thuis is, dat werkt zeker in een voordeel. Dus nou, in principe denk ik dat wij bij de beste 4 horen, maar een van die andere landen kan er ook nog bij zitten. Mede door deze meest gevreesde strafcorner ter wereld van Floris-Jan Bovenlander
zal het Nederlands hockeyteam succes moeten vergaren bij de komende Spelen in Barcelona. Klein Zwitserland vanaf het...